No, just stand. Do you want to look? Yeah, it's because of the this. Hey, Mandy. Hey, Arie. Alles goed? Ja, en met jou? Je moet eens wat minder make-up op doen. Hallo. Dag, hallo. Ik ben Bregje van der Laar van het... Ik ben Vijay. Vijay, oké. Okay. Hoe heet u? Ik ben Don. Don. Goed. Ik ben Jan. Auw! Oh, sorry. Sylvana. Jullie wilden een rondleiding, heb ik gehoord. Graag. Welkom. Nou, laten we maar meteen beginnen. Zijn er nog voorkeuren voor moderne kunst, oude kunst, porselein, meubels? Nee? Ik wil mijn voorkeur schilderen. Laat ons verrassen. Komen we tegen, kom maar mee. Hey. Hm. Het is echt veel beter. Ja? Dankjewel. Ja. Gwendolyn? Ja, hoi. Hey. Ik liep net... langs die lege witte muur waar het schilderij van Dalí hing. Maar dat is nu weg. Ja, die is weg. Waar naartoe? Milaan. Hoe lang blijft het weg? 4 maanden, denk ik. 4 maanden? Ja, maar dat kan toch niet, zo'n lege witte muur? Heb je nog iets van Dalí daar beneden? Ja, een paar. Geef maar aan, man. Ja, oké. Okay. Heb je hem? Jeetje! Oh, sorry. Klein krasje. Oh jee, dat is niet goed. Hm. Oh, nog eentje? Ja, oh nee, die... Nou, laat maar. Die kom ik straks wel even halen. Oké, is goed. Hoe lang heb je daar nou aan gerestaureerd? Bijna 1,5 jaar. 5 dagen per week? Nee, helemaal niet. Nee, heel veel denken. Denken? Denken, ja. Waarover? Over de kunstenaar en wat zijn bedoeling was en... hoe zeg je dat? I understand ook English, hoor. Well, since this came into the collection of the museum, it had this condition problem already for, 40 years. So I had to find a solution. Ja, kom maar binnen. Is iedereen... Dit is van twee Zwitsers, Lutz en Guggisberg. En het heet de Studio in de Hemel. Toen ik het zelf hier voor het eerst zag, dan kreeg ik een beetje het associatie wat je hebt als je in iemand zijn schuurtje zit te rommelen. Dat je nieuwsgierig bent wat er allemaal ligt. En, zie je toch? Kijk. Als dit de maatschappij is, is het de hoogste ladder van de maatschappij. Dit is een wachttoren. Dit is net alsof je naar beneden kijkt. Ja, inderdaad. Dat is een parkeerjaar, jongen. Net alsof je de inken vallen, maar het is gewoon een spiegel. Ja. Had je hem door? Nee. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Mag ik u vragen wat u hier voor ons heeft meegenomen? Ik ben Richard van Zeebottendorf. De
Mijn kunstenaarsnaam is Koppie. Misschien kent u... Nee, helaas ken ik u niet, maar vertel, wat heeft u vandaag meegenomen? You the living. Het lijkt me voor in het Boijmans een prachtig werk. Nou, dat weet ik. Ik weet niet, want waar zouden we dit werk kunnen plaatsen? Ik had zelf het idee... Het moet hangen. Nu legt het moet hangen. Ja. Je moet het hangend zien. Je moet het hangend zien. Kunt u even gaan staan? Ja. Als je gaat staan. Zie je? Zie je? Ja, zie je? Ja, zie je? Ja, ja. Hoeveel Dalí's heb je nou gerestaureerd? 5. Heb jij het idee dat je hem nu kent? Ja. Ja. Ja, je leert elkaar kennen. Die is toch helemaal knettergek, toch, die Dalí? Soms wel. Soms wel. Maar ook heel slim en creatief. En ja, bijzonder man. Wat heb je over hem geleerd dan? Well, ik heb geleerd zijn subtlety. Hoe zeg je dat in Nederlands? You know, how subtle he was. Mm-hmm. Met het gebruik van zijn materiaal en welke voor pigment en bindmiddel en vernis. En heel kleine details. Dus je moet echt bijna met een microscoop of een loop, zoals wat ik heel vaak gebruik. En dan zo kijken. En maar de details zijn niet hier zozeer. Het is de landschap. Maar soms zijn er een heleboel kleine figuren, of huisjes, of paarden. En ook heel gek figuurtjes. You know, dat is Dalí, dat is gewoon gek. Ja, hij is gek. Ja, ook die tafel met de glas. De glas is vrij normaal op de tafel, maar de brick, ja. Yeah. Oh. Geen idee. Okay. Oh, wat is er spannend? Oh, wat is er spannend? Ja, nee. Ik wil het over dit schilderij hebben. Ja, geweldig. De Val van Ixion. Van Cornelisson van Haarlem. Eind 16e eeuw. Het verhaal van Ixion is dat hij zijn schoonvader had vermoord. En hij werd gestraft, maar Zeus kreeg medelijden met hem en hij mocht weer aan tafel zitten bij de goden. Maar toen vergreep hij zich weer aan de vrouw van iemand anders. Dus hij beging weer een zonde. Toen hebben ze hem op een rat vastgebonden en eeuwig laten draaien in de onderwereld. In het helle vuur. Dat is de onderwereld. Ja. Nou is het rare bij de restauratie van dit schilderij, 1995, is dat rat, hebben ze gezien, dat staat hier dus niet meer op. Het gaat wel over de val. Het lijkt wel of hij nog put gegooid wordt. Ja, nou, hij wordt wel zeker de onderwereld ingesodemieterd. Ja. Waar hij eeuwig moet branden. De vergankelijkheid, het besef van vergankelijkheid, daar gaat het om. En die ontstaat pas op het moment dat er naar gekeken. Ervaart u dat? Ja, dus meer ja. Echt dat je een soort van gevoel hebt van... Ja, zo was het vroeger. Nee. Het is geen nostalgisch werk. Nee, het is geen nostalgisch. Dat idee kreeg ik er persoonlijk bij. Ja? Ja. Van, je moet niet altijd zo oude hoeren. Je moet gewoon dingen doen en aanpakken. En niet, niet bij de pakken neerzitten. Nee, het is een monostilistisch werk. Het is niet, het is niet multi-interpretabel. Het is juist niet multi-interpretabel. Ik vind het heel leuk allemaal. En wat wilt u nu precies hiermee doen? U werkt toch in een museum? Ja, dat heeft u goed begrepen. Maar er staat u... toch een band tussen de kunst en het leven? Ja, nou, daar ben ik met u eens. Een onverbrekelijke band. Wat komt u nu concreet hier bij ons doen? Dus zie je in het museum een dood bot. Voel je? Ja. Met zo'n schilderij, is het dan 99% Dalí en 1% Gwendolyn? Dat probeer ik zelfs minder dan 1%, maar dat is er wel, denk ik. Ja. Wauw. Ja.
Je probeert objectief, altijd objectief te blijven. Maar ja, absolute objectiviteit, dat is er niet, denk ik. Ben je nooit bang om een fout te maken? Dat kan niet. Kan niet? Hoezo? Iedereen kan toch fouten maken? Nee, dat fout echt kan niet. Imagine this. You're a brain surgeon and you know you're somebody comes to you and says, you know, I need an operation. But have you made any mistakes on people's brains in the past? I mean, you can't. He's not going to say like, "Oh yeah, one time I just slipped and no." It's the same thing. I mean, I'm working on very, very valuable, important paintings. I can't afford to make a mistake. Ja, het lijkt wel een beetje moderne kunst. Ja, het heeft iets heel... Ja, surrealistisch ook. Surrealistisch? Ja, ja. Kijk, dit... ja, iemand zijn kop te afhakken, dat gebeurde toen. Maar dat... Dat is echt in de mensen de geest. Ja, dat, ja, snap me. Ja, 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 ja. Alles vergaat toch? Waarom wil je nou uitgerekend dit bewaren? Ja, dat is zo belangrijk in de kunstgeschiedenis. Vind je dat een gekke vraag? Nou, het is een beetje een gekke vraag, want iedereen kent Dalí. Dalí is een van de meest bekende kunstenaars uit de 20e eeuw, zeker. Maar misschien van altijd. Zou jij Dalí's model willen zijn? Nee. Waarom niet? Ja. Well, maybe 20 years ago. Maybe 20 years ago I would have said yes. Meneer, ik moet u nu echt verzoeken weg te gaan. Het is nu klaar met spullen. Als u een aanvraag wil indienen, dan moet u bij het museum zijn. Dan kunt u via de website een aanvraag indienen. Wat jammer. Ja, maar het is wel heel eigen. Ja. Maar zijn het beelden die jij herkent van in jouw geest? Nee, ik hou me niet zo bezig met hel. Met hel en verdoemenis. En jij? Ja, ik vind het... Ik vind het best een aantrekkelijke lijst. Ja, ik vind...